De gevechts- en transporthelikopters van vliegbasis Schilzerije zijn vanaf deze week weer begonnen met de avondvluchten. Van maandag tot en met donderdag mogen er tot 11 uur 's avonds oefenvluchten worden gemaakt. Dit kan voor de nodige geluidsoverlast zorgen, onder meer in de directe omgeving van de vliegbasis. De avondvluchten zijn nodig om de vaardigheden van de helikopterbemanning op peil te houden. De oefeningen in het donker duren nog tot april 2011.